Fietskoop is een merk wat high-end fietsonderdelen ontwikkelt en verkoopt. En dat doen we internationaal. Ja, wat ons echt onderscheidt is dat wij de ontwikkeling volledig in eigen hand hebben. En wij ontwikkelen echt vanaf scratch af aan. En daarbij maken we gebruik van ontwikkelpartners. En op die manier kunnen wij als relatief klein bedrijf hoogwaardige racefietswielen ontwikkelen en uiteindelijk verkopen. We zitten op dit moment in 18 landen. En de ambitie is om binnen een paar jaar eindelijk alle landen af te dichten die belangrijk zijn voor ons. Nou, dit is het eindproduct wat wij verkopen aan onze consumenten. Zoals je ziet, de velg is volledig vervaardigd uit carbon. Carbonmateriaal wat je wellicht ook kent uit Formule 1 en de lucht- en ruimtevaartindustrie. Het unieke aan ons aan het materiaal carbon is dat je door de type hoe je de carbonbladen over elkaar heen legt, je kunt vergelijken met papier-mâché, kun je het karakter van het product kun je beïnvloeden. Dit resulteert bij ons in een enorm stijf en aerodynamisch wiel, wat tegelijkertijd heel laag in gewicht is. Deze locatie is eigenlijk het hart van het merk. Er wordt hier niks geproduceerd, maar we focussen ons hier echt puur op het stukje productontwikkeling en op het sales en marketing gedeelte. Ja, zoals het met al onze onderdelen gaat, beginnen we met een schetsontwerp. Een schetsontwerp wordt omgezet in een 3D-tekening. De 3D-tekening wordt vervolgens omgezet in een 3D-print. En op het moment dat de 3D-print wordt geaccordeerd, laten we er een prototype van maken. Dit is een voorbeeld van een van onze prototypes van onze naven. En vervolgens hebben we hier testmachines ontwikkeld om ze te testen op verschillende variabelen. Onder andere remvermogen, stijfheid en duurzaamheid. Ja, het is zeker een moeilijke markt. Er zijn heel veel merken, dus de competitie is eigenlijk ongekend groot. Maar waar we ons ook echt op willen onderscheiden is de transparantie en de eenvoud richting de consument. En ja, de key heeft dan bij ons echt gelegen in de voorbereiding. Dus voordat we op de markt kwamen, waren we eigenlijk al 2 jaar bezig met productontwikkeling en met het ontwikkelen van het merk Scope. En ja, dat heeft ervoor gezorgd dat we een hele snelle start en acceleratie hebben kunnen maken. Ja, het voelt eigenlijk niet meer als werk sinds we hiermee fulltime mee bezig zijn. Dus het is gewoon echt, we zijn bezig met eindelijk onze hobby, onze passie. Ja, heel leuk om het te zien groeien en zelf ook als je met ideeën zit om dat direct te kunnen implementeren.